Maar stel voor dat die mensen nou eens een keer hebben van ik wil er ook wel eens een dag uit. Ik wil ook wel eens weg. Kunnen ze dan een beroep op iemand doen of... Ja, dat is heel belangrijk. Als ze al eraan denken om voor zichzelf een dagdeel, een ochtend of een middag, tijd te nemen. Hè, om een beetje energie voor zichzelf op te doen. Dan kunnen ze natuurlijk terecht bij het steunpunt mantelzorg. Maar vaak zijn ze nog niet eens zover. Dan durven ze dat ook niet te vragen. Want dan zeggen ze van ja, ik zou het wel heel fijn vinden om een keertje naar de markt te gaan. Ja, bijvoorbeeld. Alleen, hè, heel simpel iets. Koffie ergens te maar drinken. Ik durf dat niet te vragen. Want ja, dan is mijn man alleen en hij kan eigenlijk niet alleen blijven. Ja. Ik vind, ja, maar natuurlijk moet hij dat doen. En die één keer, we gaan proberen als u het goed vindt. Om één ochtend in de week of één middag gewoon een vast moment waarop u voor uzelf iets kunt gaan doen. Ja. En dan komt er, als we het dan hebben over een dementerende meneer, dan komt er een getrainde vrijwilliger bij uw man. En die komt dan samen met uw man. En of dat nou is lezen of spelletjes doen of tv kijken of wandelen. Ja. U kunt dan even rustig iets voor uzelf gaan doen. En u weet dat uw man gewoon in goede handen is. Dus er zijn echte trainingen voor vrijwilligers die die mensen dan gaan begeleiden. Ja, dat zijn dan bepaalde organisaties, bijvoorbeeld de BOS, de Bezoek- en Opvangservice. Daar werken vrijwilligers, die hebben allemaal een gedegen training gehad van de Gelderse Roos, hè, dus de RIAG was dat vroeger. De RIAG? Vroeger heet dat RIAG, en tegenwoordig heet dat in Arnhem de Gelderse Roos. Ja. Daar worden cursussen gegeven, trainingen gegeven in bepaalde ziektebeelden. Want je moet iets van een bepaald ziektebeeld weten om er op een goede manier mee om te gaan. Ja, ook al bij een vrijwilliger, dan moet je toch iets weten van een achtergrond of van een ziektebeeld. Ja. Daar worden trainingen gegeven, daar worden ook wat praktische hulpmiddelen gegeven, wat praktische cursussen gegeven. Zodat die vrijwilliger ook weet wat je te wachten staat. Ja, en als die ja, dat is eigenlijk op hetzelfde als de vorige keer, maar er zijn dus ook mensen die, daar is het echt helemaal genoeg bij. Mm-hmm. Kunnen die ook een paar dagen er tussenuit, dat er echt, dat ze bijvoorbeeld ergens in een tehuis, weet ik hoe dat ik dat Er zijn noemen. Diverse opvangmogelijkheden, ja. Als inderdaad de mantelzorg echt helemaal niet meer kan. Ja. Hè, dan hebben we plaatsen, revalidatieklinieken, maar op topplaatsen. Dagopvang is eigenlijk een van de voor de hand liggende zaken. Een dagopvang of een dagverzorging. Dat wil zeggen dat je een indicatie aan moet vragen bij het CZ. En dat kunnen mensen zelf doen. Daar kunnen wij vanuit Steunpunt Mantelzorg ook bij helpen om zo'n formulieren in te vullen. Dan vraag je dus een plaatsing aan voor een dag of een dagdeel waarop degene die dan ziek is of die dement of in de war is, 1 of 2 of 3 dagdelen naar een plaats gaat. Vaak is dat bij zorgcentra. Ja. En dan heb je als partner of als mantelzorger even de handen vrij. Ja. In het begin is dat heel moeilijk om dat voor te stellen, om met het voorstel te komen. Ja. Omdat degene die het dan betreft zegt van nee, dat hoeft helemaal niet. En mijn vrouw weet het beste hoe het met me omgegaan moet worden. En ik wil helemaal niet weg. Ja. En dan zeg ik van ja, u wilt niet weg, maar uw vrouw kan het bijna niet meer aan. Nee, maar dat zien ze vaak niet. Hè? Dat zien ze vaak niet. Dat zien ze maar dan is het vaak een confronteren. En dan ben je dan toch, als iemand van buiten, wordt dat eerder geaccepteerd dan wanneer de mantelzorger zelf zegt van ik trek het niet meer. Ja. En als ik dan zeg van nou, uw vrouw heeft het erg moeilijk, die kan het bijna niet meer aan. Als u zo nog een maand of 2, 3 verder gaat, is zij ook ziek. Dan is zij ziek en wordt u opgenomen in het verpleeghuis. Ja. En dat wil je gewoon zo laat mogelijk doen, zo lang mogelijk uitstellen. Als u 1 keer in de week of 2 keer in de week naar zo'n dagverzorging gaat, heeft uw vrouw even de handen vrij. Mm-mm. U hebt een andere omgeving, andere contacten. U hebt wat te vertellen als u thuis komt. En die vrouw heeft ook wat te vertellen, die heeft energie. Dan kun je niet zo veel langer volhouden. En het wereldje blijft niet zo klein van die mensen. Hè? Nee, precies. Want het is in principe zo'n kleine wereld waar ze in leven. Ook. Heb je enig idee hoeveel mantelzorgers er zijn in de gemeente Overbetuwe? Ja, volgens de gemeente heeft pas een notitie geschreven, een mantelzorgnotitie. En als je dan de landelijke berekeningen loslaat op onze gemeente, op het aantal inwoners, dan komen we uit op 6400 mantelzorgers. 6400 mantelzorgers in onze gemeente Overbetuwe. Dat is een hele grote groep. En als je dan weet dat we in het bestand 200 namen hebben van mantelzorgers, en dat hier op dit moment in een salon misschien 15 mantelzorgers zijn, dan zul je begrijpen dat we het heel belangrijk vinden dat er meer mantelzorgers zich bij tijds melden om ondersteuning of alvast voor informatie. Want we kunnen zoveel meer mensen helpen, maar we hebben ze niet in beeld. Ik bedoel, als je door de dorpstraat in Elst loopt, dan staat er niet op het hoofd van ik ben mantelzorger. Dus we zouden zo graag meer dan die 200 in ons bestand en dan die 15 hier meer willen bereiken. En te kijken op wat voor manier we ze kunnen ondersteunen. En dan denk ik met name aan de jongere mantelzorgers, echt de kinderen tussen de 12 en 16, 17 jaar. Want ook daar is er een grote groep van.
Ja, maar die ook, al mantelzorg verlenen. Ja, ja. Kinderen die, die hun broertjes of zusjes al aan moeten kleden en eten of drinken moeten geven voor ze naar school gaan, omdat vader of moeder ziek is of verslaafd is soms ook. Dat komt ook voor. Ja, ja, heel erg. En die het heel normaal vinden om dat te doen, maar die daardoor bijvoorbeeld op school niet het huiswerk af hebben of verzuimen op school, het zogenaamde grijs verzuim. En daar willen we als Steunpunt Mantelzorg komend jaar mee aan de slag. Onder andere door het geven van gastlessen. Ik ga dan wat gastlessen geven op school. Om ook de jongere mantelzorgers te proberen uiteindelijk in beeld te krijgen. Op de middelbare school eigenlijk. Ja, op de middelbare school. Ja, 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 ja. Terwijl natuurlijk op de voortgezet of op de basisscholen ook kinderen zijn, hè, van groep 8. Die misschien ook al voor een broertje en zusje zorgen. En dat wil niet zeggen dat je altijd mantelzorger bent als je je broertje of zusje helpt. Maar dan heb ik het echt over die taken die je normaal als kind niet doet. He, dan, dat zijn echt bijzondere taken. Wat wij ook komend jaar, waar we ook mee willen, aan de slag willen, zijn de werkende mantelzorgers. Mensen die hun gezin, hun werk combineren met het geven van mantelzorg. Dat is erg druk, denk ik. Dat is een hele, ja, een hele zware taak. En nou ja, de gemeente heeft ons ook opdracht gegeven, heeft Steunpunt Mantelzorg opdracht gegeven, om daar komend jaar ook nou mee aan de slag te gaan. Ja. Dus we hopen ook zo dat mensen zich echt aanmelden. Om, nou ja, dan kunnen wij beter zien op wat voor manier ze ondersteund willen worden. Jan, de verzorging van je vrouw, doe je helemaal alleen? Nou, het grootste deel doe ik het wel allemaal alleen. En ik heb dus wel een schoondochter. En dat is een hele fijne meid, maar die kan dus ook altijd niet. Die werkt ook hele dagen. Maar de tijd die ze vaak heeft, dan komt ze wel eens een uurtje of een paar uurtjes in de week. Dan komt ze helpen. Zoals met strijkwerk en zo wat. Want daar heb ik nog wel eens problemen mee. Met strijken. Strijkwerk? Met strijkwerk. Ja, ja. Maar zoals de was en zo, dat doe ik allemaal zelf. Ja. Dat doe ik allemaal zelf. En stofzuigen en afstoffen en dweilen en toen maar ramen zemen vaak ook wel. En maar zij komt dan af en toe een keer even een handje erbij doen met douche schoonmaken. Ja, dat kan moet ook eigenlijk schoonmaken worden. En met strijkwerk doet ze dan ook. En daar ben ik wel heel blij mee, ja, dat ze dat... En buren en zo helpen die ook? Nou, buren, we hebben een hele fijne buurt hier. We hebben heel, heel goede contacten mee. Dat hebben we wel. En als die naast de buur, die kom ik elke dag wel even. Ik ga een bakje koffie doen, breng ze de hond mee. En die hond die brengt voor mij in de kranten mee. De zo hond? Gaat dat, de hond, ja. Oh ja, met die hond ja. Ja, de hond die kom je in de krant brengen. En dus wat fijn, dat is, dan heb je weer even afleiding. Ja. Ja. Dus dan ga je weer even een praatje maken of wat dan ook. Dus dan is er vaker weer even afleiding. En dat vind ik wel fijn, ja. En er zijn ook heel veel mensen die jullie ook begrijpen, vooral jou begrijpen, denk ik, dat je heel druk bezig bent met de verzorging van Annie. Ik denk dat dat nog wel eens tegenvalt. Ja. Mensen dat toch niet helemaal begrijpen van, wat is nou eigenlijk, ik noem het dan maar mantelzorg. Ze zitten vaak van zo, je vertelt je wel, en zoals de ziekte van haar, dat is het ergste. Dat ze, dan hoop mensen dat niet begrijpen. Die kunnen niet begrijpen als ze daar zit, dat ze moe kan worden. Maar dat kan. Het lichaam kan zo uitvallen. En dan kan dan, ja, dan geeft het lichaam het aan, is ze moe. En dan moet ze of even liggen, of wat dan ook. Maar dan kan met niks kan dat ontstaan. Maar mensen die zien toch, ja, als Annie loopt, of ja, je zegt nou zitten. Maar als Annie loopt, ze zien toch dat er iets aan de hand is, maar Annie. Dat weet ze ook wel, ja. Dat er wel aan de hand is. Dat zien ze ook wel. Maar ze snappen, ze begrijpen vaak niet dat ze zomaar kan zeggen van, nou ik zo moe, dan moet ik even liggen. Maar dat kan gewoon al door gewoon in de stoel zitten. Kan dat al gebeuren. Ja. En waar wordt ze dan zo moe van? Het hele lichaam valt dan eigenlijk een beetje uit. Maar dat kun je ook zien. Dan het zakt een beetje in elkaar, het wil niet meer. En met praten? Dan wordt het heel moeilijk. Dan kun je ze ook, kun ze bijna ook niet meer verstaan. Kan ze niet meer uit die woorden komen. En daaruit ontstaat ook vaak. En dan denk je, wanneer ben je moe worden? Ja. Vaak geeft ze er wel niet aan toe. Sterk en geeft ze er niet aan toe. Maar je hoort aan het praten, dat is geen niet goed. Nee.